Mijn naam is Jan Houter en ik ben mede-auteur van het boek over 1666. Wij hebben Anne Doedens en ik de geschiedenis helemaal boven water gehaald. En daar gaat ook de vuurtorenloop geweldig van genieten. Als we daar naar de Duinenrij kijken, op 18 augustus 1666 kwam daar die vloot met die Engelsen aan. En toen heeft de dominee van Vlieland 100 mensen op het strand neergezet. Over het algemeen doopsgezinden, die wilden geen wapens hebben. Die stonden gewoon met houten stokken. En die Engelsen, die keken door die eenoogkijkers. En die dachten, wat hebben we nou zeg? Daar staat een heel detachement soldaten op Vlieland. En werden wat benauwd. Ze zijn daar voor anker gegaan. Een paar sloepen hebben ze weggestuurd. En die ontdekten daar op de oostpunt van Vlieland, ontdekten ze 200 handelsschepen. Nou, die moesten in de fik. Want dat was het natuurlijk. Die moesten eraan. Dan was de Nederlandse handelsvloot weg. Want op 19 augustus hebben de Engelsen met branders, hebben ze 170 schepen maximaal verbrand. En daarbij, let wel, zijn 2000 mensen minimaal om het leven gekomen. Het is toch bij de gekken af dat dat niet in de geschiedenisboeken staat. Nou, die geweldige verhalen gaan we ook vertellen op 23 en 24 april. Want die wandeling van die vuurtorenloop wordt heel bijzonder in het kader van 1666. Kom maar op, doe maar mee, want het wordt prachtig.